Hi Ram, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 17. En dat is van maandag 24 april tot en met zondag 30 april. Dan de kaart is schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Ram alsof week 17 een week is waarbij je eigenlijk probeert om zaken wat in evenwicht te houden. Ik heb het idee dat er best wel hele mooie momenten kunnen zijn. Ook echt wel waar je blij bent dat je staat waar je staat. En toch ook omdat je het water bij de wijn moet doen, lijkt het alsof je toch wel wat gaat twijfelen. Of dat je het misschien niet wat sterker wilt neerzetten. Dat is dan ook een stukje waar je overheen, of waar je tijd voor wilt hebben om echt goed te bekijken wat wil ik nu als persoon zijn. He, dus in het begin lijkt je heel enthousiast in mee te gaan en je gedachten zijn nog steeds heel enthousiast en je einddoel ook. Alleen ik heb het idee dat je eigenlijk wat dingen zou moeten communiceren en dat lijkt me deze week een beetje lastig te vinden. Dus ik heb vooral het idee dat je tijd voor jezelf neemt om het even te ontvluchten, om het even niet meer erover te hebben. Hè? Ik bedoel, de plannen zijn gewoon goed. Maar het uitspreken of het onder ogen zien, dat is even een stukje wat deze week wat lastiger is. Het lijkt op zich even niet te geven. Hè? Neem die tijd voor jezelf waar je over na wil denken. En kijk of dat je misschien in het weekend of in het loop van de volgende week toch wat meer naar buiten kan gaan brengen. Want dan lijken de zaken eigenlijk het allersnelst weer gedraaid te kunnen gaan worden. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.